tips, onderzoek, moord, Cognetstraat. Waterkwartier wordt versierd. Geen drugsopvang in de Haard. Naar aanleiding van de flyeractie die de politie vrijdag hield in de Cognetstraat in Heezeveld om meer te weten te komen over de dood van een bewoonster van die straat, zijn al enkele reacties binnengekomen. De politie kan nog niet zeggen of deze reacties al tot concrete aanwijzingen leiden. Dinsdag 5 juli zal de politie een buurt- en passantenonderzoek houden in de straat en hoopt dan nog meer aanwijzingen te krijgen. De Rijnstraat in het Waterkwartier. Daar wordt het straatbeeld opgevrolijkt door gouden kastjes naast de voordeuren. De kastjes zijn bedoeld om meer eenheid in de straat te creëren. In de kistjes kunnen de bewoners iets van zichzelf tentoonstellen. En daardoor hebben de kastjes ook een individueel karakter. Ze willen laten zien dat je dat wat van jezelf naar buiten kan brengen. En dat het voor mensen ook aantrekkelijk wordt om hier een rondje te lopen volgens mij. En daarvoor kon je die gouden kastjes ophangen. Nou heeft niet iedereen in de straat zo'n gouden kastje hangen. Weet u waarom dat is? Eerst wilde ik hem zelf ook niet. Ik vond hem erg lelijk eigenlijk. Maar om wat meer mensen te hebben, denk je, nou, misschien toch wel gezellig om het ook op te hangen. En ik denk, misschien vinden mensen de kosten het hoog, €5. Niet iedereen heeft dat. En misschien vinden sommige mensen het gewoon echt niet mooi. Dat kan natuurlijk ook. U heeft er zelf een foto van een tuin en bloemetjes in liggen. Waarom is dit? Dat is onze achtertuin. Ik had meegedaan en oproep gedaan voor de mooiste tuin van deze regio. En toen zei ze, het ging om een voortuin. Nou, die heb ik niet. Dus ik denk, dan hang ik dat maar op. Het lijkt mij gewoon leuk als team, als straat, dat we gewoon allemaal één en dezelfde. En dan zie je toch gewoon van, ja, dit is één straat. Dit is één team. Zo, dat is mijn bedoeling tenminste. En je ziet allemaal van iedereen, tenminste, ik heb nog niks geplaatst, omdat ik pas zaterdag heb gekregen. Een beetje persoonlijkheid van iemand. Om iets te kunnen laten zien voor jezelf natuurlijk. En heeft u al een idee wat u in uw kastje gaat stoppen? Ja. Alle drie de kinderen komen eerst een exemplaar van een voet of een hand. Van alle drie de kinderen iets leuks. Zaterdag zijn er een hoop weer geplaatst. Dus dat is wel leuk. Ik vind het heel leuk. U heeft er zelf hondjes in staan. Ja. Waarom is dat? Ik heb een hondje. Dat is mijn hondje. Dus vandaar. Mensen van Breed gaan aan de slag als rijwielhersteller. Maandagmiddag werden in Fietsmuseum Velorama 14 diploma's uitgereikt. De opleiding van Breed heeft nu al 6 mensen aan een baan geholpen. In september dit jaar start voor een deel van de geslaagden de opleiding tot rijwielhersteller op niveau 2. Wat ze met een diploma kunnen is in ieder geval een start maken bij een rijwielhersteller of als rijwielhersteller. En degenen die daarvoor geschikt zijn, die leiden nog wat verder op, heel specifiek gericht op het vak herstellen, rijwielherstellen. En de mensen die er wat minder geschikt voor zijn, hebben een algemene training gehad over houding, het gedrag, hoe werk je mee, hoe werk je samen, hoe manifesteer je je in die samenleving, in die arbeidsmarkt. Het is een diploma voor assistent fietsenmaker. En dat houdt dus in van dat je wat simpele handelingen aan fietsen kan verrichten in de fietsenbranche. Nou, wat je geleerd hebt is vooral de fietstechniek en ook een deel sociale trainingen, maar het meest technische gedeelte van de fiets. En ben je nog tegen moeilijkheden aangelopen het afgelopen jaar? Bepaalde dingen die heb ik echt moeten leren, want ik moest me even doorheen bijten en nu lukt het me wel. Wat ik persoonlijk heel moeilijk vind, is delieurs afstellen. Dat geeft toch wel een bepaalde feeling voor fijn mechanica. En als het dan lukt, is dat dan een extra geruststelling? Nou, dan kan er ook wel eens een ontlading uitkomen. Zo van, hè, eindelijk, hij doet het. Wat hij moet doen. Dus nou kan jij gewoon mijn bandje plakken, zou ik maar zeggen. Dat zal wel lukken, ja. Er komt geen drugsverslaafden en daklozen hulpverlening in het voormalige wijkcentrum De Haard aan de Groene Straat in het Willemskwartier. De stichting Levensmorgen, die in het leegstaande wijkcentrum trekt,
wilde de haard gebruiken om aan degenen die in de reguliere opvang niet meer terecht kunnen, een deel van hun uitkering uit te betalen. Bewonersgroepen voerden hiertegen actie. Omwonenden wilden hun kinderen niet confronteren met alcohol- en drugsverslaafden. Met het nu gesloten compromis kan de stichting wel haar andere activiteiten in de haard uitvoeren, maar zoekt zij een andere plek voor het uitkeren van het weekgeld aan de zware gevallen. De herstelwerkzaamheden van het Hunnepark naderen hun voltooiing. Al eerder berichtte het Nijmegen Nieuws over de slechte staat van onderhoud van het park. En dat gold vooral voor de paden en het groen dat diezelfde paden overwoekerde. De gemeente beloofde beterschap voor het historische parkje bij de Waalbrug, dat gezien mag worden als het eerste visitekaartje van de stad. Voordat de toeristen tijdens de Vierdaagse de stad overspoelen, zou het parkje weer in oude glorie worden hersteld. De gemeente heeft haar woord gehouden. De DAR snoeide het groen en voor de herbeklinkering van de paden werd een aannemer in de hand genomen die de klus aan het einde van de week voor €9.000 geklaard heeft, zodat iedereen zonder al te veel gevaarlijke capriolen de wandeling naar Boegbeeld de Belvedere weer kan voltooien. De Nijmeegse Pinar Aslan werd op 18 april tweede bij de Miss Gelderland verkiezing. Maar omdat de nummer 1 de PR-werkzaamheden niet kon combineren met haar studie, mag Pinar nu haar plaats innemen. Hiermee kan ze alsnog haar droom waarmaken. Ik wilde heel graag de titel omdat mijn moeder 7 maanden geleden is overleden aan de ziekte ALS. En ik wilde eigenlijk die bekendheid gebruiken om de ziekte ALS meer publiciteit te geven. Tijdens de eerste editie van het Pannenkoekenfeest op het Kelfkensbos werd een wereldrecordpoging pannenkoeken stapelen georganiseerd. De middag werd muzikaal omlijst. Publiek kon pannenkoeken proeven en Nijmeegse Annie was ook aanwezig. Het feest werd georganiseerd door pannenkoekenrestaurant Het Hoogstraatje, dat zondag ook haar 20-jarig bestaan vierde. En in die 20 jaar is er niks veranderd aan het basisrecept. Nou, de pannenkoeken helemaal niks. Eigenlijk helemaal niks. Dat basisrecept dat blijft en dat hanteren we nog steeds. En de rest in de entourage natuurlijk, dat verandert wel mee. Maar nee, de pannenkoeken gaan we niks aan veranderen. Nee, zeker niet. En wat is nou het geheim van een echte goede pannenkoek? Oh ja, dat geheim houden we natuurlijk lekker zelf. Nee, het geheim zit er meer in de combinatie van de dingen. Een goed beslag, echt verse eieren, goede boter. Want de goede boter bepaalt ook nog heel veel de smaak van de pannenkoek. Ja, en dan pannen, hoog vuur, dan gewoon lekker bakken. Komt goed. Dan naar de recordpoging, want die was er natuurlijk ook nog. Er moesten op een secure manier pannenkoeken van verschillende diameters worden gebakken en vervolgens worden opgestapeld. Om het oude record, een stapel van 77 centimeter hoogte, in België begin dit jaar te verbreken. Veel zenuwen dus bij pannenkoekenbakker Ruud. We hebben verschillende pannen gebruikt. Want in onze normale pannen zit eigenlijk een beetje een holling, waardoor je een beetje dikke, bolle pannenkoeken krijgt. En dan hebben we twee andere pannen waar juist een bolling in zit, zodat we die holle pannenkoeken krijgen, zodat we een beetje kunnen compenseren. En dan hebben we nog andere pannetjes voor de allerkleinste koeken die helemaal bovenop de stapel komen. En verder worden ze heel langzaam gebakken. Dat is om zoveel mogelijk vocht te laten verdampen, zodat ze extra stevig zijn om mee te stapelen. En dat valt wel allemaal binnen de reglementen? Ja, als het goed is wel. Ze hebben het al gecheckt net en zo, al een hapje gegeten en het was allemaal nog eetbaar. Dus tot nu toe gaat het goed. En voldoet alles tot nu toe aan de eisen die eraan gesteld worden? Ja. We hebben de pannenkoek geproefd. Hij is hygiënisch gebakken. Het is allemaal perfect tot heden toe. Zijn er nog andere voorwaarden waar u op moet letten? Ja, er mag geen suiker gebruikt worden. Geen stroop, want dan gaat het plakken. Nou zou het niet eerlijk zijn. En verder niet. Alleen de afmetingen, die zijn bepalend. En toen was het record daar. Onder het toeziend oog van de controleur van Guinness World Records werd een hoogte gehaald van 84 centimeter. En zo werd het pas echt een pannenkoekenfeest. Yeah!
Curaçao wordt 2 juli gevierd, dat op die dag in 1951 de Eilandsraad voor de eerste keer bijeenkwam. 2 juli 1984 is deze dag uitgeroepen tot Dia di Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag. Deze dag wordt ook elk jaar in Nijmegen officieel gevierd. Dit keer op de Waalkade. Dit is 27 jaar geleden dat Curaçao een eigen vlag heeft gekregen, dus de eiland Curaçao, met een hymne. Dus dat is de 27e verjaardag, zou je zeggen. En waarom in Nijmegen? Nou, de 25e verjaardag werd ons gevraagd door andere Antillengemeenten, zoals Rotterdam enzovoorts, om het hier de eerste te vieren. Toen zouden we daarna, zou ieder stad het overnemen, maar het is zo'n succes gebleken. Dat, nou ja, dat is al het derde jaar dat we het doen en geen andere stad heeft zich nog gemeld. Als een andere zich meldt, dan zijn we het kwijt. Ik kwam aanlopen en was er een braasband bezig. Net een steel drum. En nou, oogstdans, zeg maar, zullen we het noemen. Was aan het gang en is wel gezellig, ja. Een oogstdans? Ja, vroeger toen oogst binnen werd gehaald, gingen de vrouwen dan, ook de mannen wel, dansend hun oogst ophalen. En dat deden ze dan in speciale kleding. En dan gingen ze dan gingen ze dat ophalen en dan met een dans. Dus dat hebben we net gezien, de oogstdans. Ja, de oogstdans, ja. Kom je zelf ook al vanuit Antillen? Ja, ik kom ook uit Antillen. Ik heb alleen niet zo lang gewoond, maar ja. Maar daarom ben je hier wel vandaag natuurlijk. Ja, ik vier zeker wel mijn vlag. Mijn vlag is mijn alles, dus ja, die ga ik zeker vieren. Al kom, mijn roots liggen toch daar, hè? Volgend jaar weer? Als geen andere stad zich meldt. Ik hoop het wel. Want de burgemeester heeft mij beloofd dat wij de openingsdans zouden doen samen, dus... Vanuit het Limosplein in Nijmegen-Oost, het weer in het Rijk van Nijmegen. De mooie en zonnige maandag krijgt op dinsdag een vervolg. Na 8 graden in de nacht wordt het dinsdagmiddag zelfs 26 graden in de stad en de wind waait tijdelijk zwak uit het oosten. Woensdag krijgen we een omslag van het weer als een matige zuidwestenwind vochtige lucht brengt. Er is dan overdag kans op een regenbui bij maximaal 21 graden. De nachten worden daarna warmer en voorlopig houden we met een graad of 23,5 bewolkt en zonnig weer. En dat kunnen we ook verwachten tijdens de Vierdaagse. Groetjes!